varen op bijvoorbeeld een zondagochtend, terwijl eigenlijk bijna nog niemand wakker is en dat je zeg maar de mist nog ziet hangen en het zonnetje ziet opkomen en dan eigenlijk gewoon de rust en je hoort dan de motor van de boot zeg maar een beetje zo pruttelen, zo, ja, dat is gewoon heerlijk. De huizenmarkt is overhit. De meeste starters kunnen een huis op dit moment wel op hun buik schrijven. Welke opties zijn er dan nog? Huren of op zoek naar een alternatief? En welke alternatieve vormen zijn er dan? Ik ben Arnoud, een 26-jarige Rotterdammer die films maakt als zijn werk. In de aankomende maanden ga ik langs bij verschillende alternatieve vormen van wonen. Van een tiny house tot wonen op een boot. Vandaag zijn we bij Hidde. Hij is nu een klein jaartje bezitter van een mooie boot. Is dit een alternatief dat voor meer van ons interessant kan zijn? We zoeken het uit en ik wens jou veel kijkplezier. Voor mij was mijn relatie was over. Tijdelijk zat ik ergens anders. Dan ga je op zoek weer naar een huisje. Dan ga je kijken naar huur, sociale huur, koop. Ik ben in mijn eentje, dan, dat is lastig. En dan vooral, je moet best wel wat spaargeld hebben. En de huizenmarkt is nu natuurlijk wel aardig op hol. Particuliere huur is gewoon best wel prijzig voor wat je krijgt, vind ik. En sociale huur moet je zoveel jaar ingeschreven staan. Ik sta een aantal jaar ingeschreven, maar dan kom ik op plek... Ik sta nu volgens mij plek 300. Dus ja, voordat je dan een woning krijgt, is best lastig. Ik werk voor mezelf, er zit een kunstenaar in het pand. En zijn zoon woont ook op een boot. Dus daar ben ik een keer gaan kijken. Ik dacht, best wel chill eigenlijk. Dus een beetje op Marktplaats gaan kijken, een beetje online boten kopen. Wat kost dat nou? En zodoende ga je er een beetje in verdiepen. En toen dacht ik, waarom ga ik niet op een boot wonen? En vandaar deze boot nu hier. Ik heb de boot in maart dit jaar gekocht, dus zeg maar 8 maanden geleden, 7, 8 maanden geleden denk ik zoiets. Toen was hij niet in deze staat. Ik heb de boot zeg maar een aantal maanden geleden helemaal opgeknapt van buiten. Want ja, er zat toch her en daar best wel wat roest. Het was toch wel nodig dat hij gewoon weer even strak in de lak. En ik ben zelf handig, dus voor mij was het zoiets van, ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Ja, hoe werkt dit? Dat was voor mij ook nieuw, ik heb zelf nooit een boot gehad. Je hebt gewoon havens, daar heb je meestal winterstalling of in de zomer kan je hem ook op de kant. Dan hijsen ze hem eigenlijk gewoon uit het water, wordt je boot op een bok gezet. En dan kan je gewoon eigenlijk werken zelf aan je boot of laten doen. Laten doen is natuurlijk wel gewoon een stuk kostbaarder. Ja. Ik heb het dus allemaal zelf gedaan. Ik ben denk ik 2 weken bezig geweest om de boot van buiten helemaal op te knappen. Dus kaal halen, roes weghalen, weer in de primer schilderen. Met vrienden dan natuurlijk. Ah, ja. Dat is toch wel fijn. Nice, ja. Nice, ja. Ja. Dit is eigenlijk de woonkamer van mijn boot. Het is de stuurhut. Ik heb hier gewoon 2 banken staan waar ik vaak met vrienden kan zitten. Hierachter slaap ik. Dat is mijn slaapkajuit. Daar heb ik iets omgebouwd dat ik mijn 2-persoonsbed kwijt kon hier. Ik ben redelijk lang. Ik wou wel dat ik gewoon lang uit kan liggen, gewoon relaxed. Hierboven is mijn achterdek. Dan kan ik de buitenbesturing gebruiken. Dus dan, als het lekker weer is, kan ik gewoon lekker rondvaren. Lekker in het zonnetje. En binnen is vaak hier in de stuurhut. Omdat hier nog een roer zit. Of een stuur eigenlijk. Stel met regen, dan kun je gewoon binnenvaren. En hieronder trouwens de motor. Zoals jullie kunnen zien hier is de motor van mijn boot. Er zijn niet echt plekken. Ja, je kan wel plekken kopen. Maar je hebt ook gewoon havens waar je een plek kan huren. Dus daar ga je een beetje naar op zoek. Deze boot is 10,5 meter lang. Dus het is op zich nog wel prima om plekken te vinden. Je merkt dat in de havens wel... plekken voor pleziervaart, dus echt kleine bootjes, sloepjes, dat raakt gauw vol. Maar iets meer voor dit formaat is soms wel iets meer plek. Dus eigenlijk een beetje gaan kijken in havens waar plek was. En zodoende een haven gevonden. En daar betaal ik per jaar gewoon een vast bedrag aan lichtgeld. En daar lig ik dan. En voor de rest kan ik natuurlijk gewoon rondvaren. Je hebt gemeenteplekken waar je eigenlijk gewoon vaak gratis mag liggen. Voor een aantal dagen. Dus dat betekent wel dat je af en toe de boot moet verplaatsen. Dus de bedoeling of het idee daarachter is dat je doorloop hebt voor andere boten dat die daar ook kunnen aanleggen. Dus in principe kan ik overal heen waar ik wil.
Dit is mijn zithoek en mijn keukentje. Ik kook hier vaak, ook met eten maken en zo. Ik heb hier ook mijn opslag met eten en zo. Ik gebruik wekpotten, omdat ja, op een boot kan het toch wel iets vochtiger soms zijn. Dus vandaar dat ik droge dingen allemaal in wekpotten bewaar. Dus gewoon, blijft net iets langer goed. Ik heb hier nog een logeerbedje. Als iemand wil blijven slapen, dan kan die blijven slapen. Ja, een wc'tje. Ik heb een één wc'tje aan boord. Ik heb de boot voor 15.000 euro gekocht. Toen die in oude staat was, zeg maar. Ik heb de buitenkant helemaal opgeknapt. Wel zelf gedaan, dus dat scheelt wel aan uren van arbeid. Dus puur materiaalkosten. Kachel ingebouwd. Al met al nu zo rond de 20.000 euro kwijt ben. Gewoon zeg maar het schip in deze staat. Nee, en aan vaste lasten. Ik betaal 700 euro per jaar aan ligplaatskosten. Dus gewoon voor de haven. En dan heb je nog een voor je inschrijving, voor mijn elektra. Dus ik heb wel accu's aan boord, maar als ik echt gewoon tv wil kijken of iets, dan lig ik toch wel vaak gewoon voor mijn koelkastje lig ik gewoon aan wal. En volgens mij betaal je dan bij de gemeentehavens betaal je 50 cent per kilowattuur. En in de haven betaal je 30 cent per kilowattuur. Dus zeg maar, als ik gewoon ergens gewoon ergens aanleg, ben ik rond de 2-3 euro per dag kwijt. En dan ligt mijn koelkast, staat gewoon aan, dan kijk ik tv en dan kan ik mijn telefoon opladen. Ja, voordeel is, of het nadeel is de aanschaf even, maar daarna het voordeel is, boot behoudt meestal zijn waarde. De kosten per jaar zijn aanzienlijk laag, dus daardoor kan je best wel wat sparen. Dus ja, stel ik woon een aantal jaar op. Ik verkoop de boot, dus dan heb ik het geld van de boot plus de jaren wat ik heb opgespaard. Nou ja, is het voor mij wel een stuk interessanter om een huis te kopen of iets. Omdat ik dan natuurlijk gewoon in één keer een stuk meer eigen geld heb. Ik zou het iedereen aanraden. Vet, ja. Nice. Ja. Dit wordt de quote van de video.